je hebt de soundtrack en de coup d'état, dus het politieke aandeel en de muziek. Maar het is niet dat die twee werelden dus compleet gescheiden zijn. Dus heel veel van die muzikanten stappen letterlijk op het politiek toneel. Dus als Lumumba tijdens de ronde tafel naar Brussel komt, dan nodigt Komas Kanza, de VN-ambassadeur voor Congo, African Jazz uit met Joseph Kabasele en ook Dr. Nico. En je ziet dat eigenlijk muziek en politiek hand in hand gaat. Die gaan dus letterlijk Independence Cha-Cha componeren hier in de Plaza Hotel in Brussel, als ook de onafhankelijkheid is beslist voor Congo. We love cinema. De film Soundtrack to Coup d'État heeft enorm veel lagen en een van de belangrijkste elementen is bijvoorbeeld Nikita Khrushchev, de staatssecretaris van de Sovjet-Unie, die elke wereldleider uitnodigt op de algemene vergadering in september 1960 om te gaan babbelen over demilitarisatie, maar nog belangrijker decolonisatie. Dat is een belangrijk element in de film. En tegelijkertijd, op dat moment, september 1960, worden 16 nieuwe onafhankelijke Afrikaanse landen een lidmaatschap toegekend in de Verenigde Naties, in het wereldtoneel van de Verenigde Naties. En dat maakt dat er een soort van politieke aardbeving plaatsgrijpt binnen die algemene vergadering. Waarom? De Global South in de Verenigde Naties, de Aziatisch-Afrikaans blok, verkrijgt de meerderheid, de 2/3 meerderheid die nodig is om een stem goed te keuren. En dat maakt dat alles een beetje aan het schuiven is, omdat de Global South eigenlijk meer beslissingsrecht heeft op het wereldtoneel. Tot consternatie van de US State Department. Maar je ziet dat er eigenlijk een soort van grote beweging gaande is. Heel veel landen worden onafhankelijk. Je hebt de non-aligned countries, dus niet gebonden landen. Eigenlijk de Global South, zij gaan apart opstellen tegenover Oost en West. En dat is zo de grotere context voor de film. Een ander aspect daarin is het feit van ik als Belgische filmmaker of Vlaamse filmmaker die eigenlijk in trein wil komen met het koloniaal verleden. Na de film Shadow World, die gaat over de corruptie in de globale wapenhandel, vond ik het nodig om even in de achtertuin van België te gaan graven. En uiteraard, een spilmoment was 1960. Want dan zie je dat er een soort van hoop rijst binnen die Global South, met dus ook Congo en de eerste democratisch gekozen president Patrice Lumumba. Dat eigenlijk dat als een ground zero wordt gebruikt van hoe het Westen gaat omgaan met die onafhankelijke landen. En die gaan dus die onafhankelijkheidsbeweging eigenlijk in de kiem smoren. Door een neocoloniale grab, die maakt dat ze eigenlijk toch niet echt die onafhankelijkheid toestaan. Dus eigenlijk, we kunnen dat niet postkoloniaal noemen, eigenlijk is het neocoloniaal. En dus die twee facetten zijn enorm belangrijk. Dus hoe dat het Belgisch koloniaal verleden staat tegenover die grote top binnen de Verenigde Naties. Ja, er zijn meerdere subplots ook, bijvoorbeeld het verhaal van André Blouin, een Pan-Afrikaniste, ook een van die stolen kids, de dochter van een Franse vader en een Centraal-Afrik moeder. En die, want een mixed kid was niet aanvaard. Die werd gestuurd naar een weeshuis in Brazzaville en daar is die grootgebracht. Maar op een bepaald moment is die gevlucht en is die in Guinea beland. En was die betrokken in de onafhankelijkheid van Guinea en werd die eigenlijk een soort van raadgeefster, werkte die samen met Secretary, het eerste staatshoofd, de eerste leider van het onafhankelijke Guinea in Conakry. En met dus die stroom van onafhankelijkheidsbeweging in Nederland, ook Ghana wordt onafhankelijk, maar dan heb je op een bepaald moment ook Congo die zijn onafhankelijkheid gaat krijgen. En André Blouin wordt uitgestuurd door Secretary om Patrice Lumumba te helpen. En het verhaal van Patrice Lumumba in de film wordt verteld vanuit André Blouin. Het is een verhaal die minder gekend is. Als vrouw werd zij uit de geschiedenis geschreven. Hier en daar wel aangestipt als een voetnoot of een heel klein moment wordt ze even vermeld in een boek. Maar ik vond het al heel boeiend om eens te gaan kijken van wie is dat soort persoon. En er is een memoires gepubliceerd, Africa My Country. En daar hebben we eigenlijk voor een groot stuk gebruikt om het verhaal te vertellen van Patrice Lumumba door zijn raadgeefster André Blouin. We zijn dan in contact gekomen met Yves Blouin, de dochter van André Blouin. Die heeft dan de goedkeuring gegeven dat we de memoires van André Blouin kunnen gebruiken. Maar die had ook een grote rol onontwikkelde film naar ons gestuurd. En die hebben we ontwikkeld en dat was fantastische beelden van André Blouin. Er zijn vier belangrijke protagonisten in de film. Eén is Nikita Khrushchev,
de toenmalige staatssecretaris van de Sovjet-Unie. Die zal al de wereldleiders uitnodigen naar de top van 1960 in de Verenigde Naties. Maar via zijn zoon, Sergej Khrushchev, hebben we eigenlijk al de home-movies kunnen gebruiken en ook zijn audiomemoires. Want als hij als staatssecretaris werd afgezet in 1964 door Brezhnev, dan werd hij verbannen naar zijn dacha en dan werd hij eigenlijk uit het Sovjet-politieke leven geschreven. Maar hij heeft wel ondertussen 7 jaar lang audiomemoires opgenomen en die hebben we kunnen gebruiken. Waaronder 1 verhaaltje dat hij zijn schoen slaat op zijn tafel in de Verenigde Naties. Een verhaal dat altijd werd betwist omdat er geen beelden van bestaan. Maar in zijn memoires effectief, dat hebben we gebruikt in de film, vertelt hij hoe dat hij woedend werd vanwege het Congo-debakel. En dus wat dat de Belgen hen depliceerd zijn. Dat hij met zijn schoen op tafel stond. Ik wist van dat verhaal dat hij zijn schoen klopte, maar ik wist niet dat het eigenlijk ging over de Congo-crisis. Een tweede is Inkoli Jean Bofani, is een Belgisch-Congolese romanschrijver. En leest uit zijn boek. Wat ik fantastisch vond, is dat zijn eigen verhaal is nogal macaber. En dat loopt heel dicht bij het verhaal van André Blouin. Die ook als mixed kind, als weeskind, eigenlijk een van die stolen kids was. Als Bofani nog een kleine jongen was, werd zijn moeder gekaapt door een Belgische koloniaal, een rubberbaron, die zijn moeder had verplicht om met hem te trouwen. En dat werd zijn stiefvader, die een filmkameraad. En ook Jean Bofani heeft alle rechten tot zijn home-movies toegestaan en hebben kunnen meewerken. En een vierde protagonist is Conor Cruise O'Brien, de Ierse representant tot de Verenigde Naties, die dan als special representative werd aangesteld door de toenmalige staatssecretaris Dag Hammarskjöld. Staatssecretaris van de Verenigde Naties. En die toentertijd gestationeerd was in Katanga. En heeft een boek geschreven, To Katanga and Back. En dat is heel revelerend als je het hebt over de Belgische politiek toen, net na de onafhankelijkheid, met de genocide die toen plaatsgreep tegenover de Balubas in Noord-Katanga. Geschiedenis schrijven is terug herschrijven in relatie tot vandaag natuurlijk. Dus dat kun je niet onder stoelen of banken steken. Maar één frappant voorbeeld daarvan vind ik, als Nikita Khrushchev zegt van we're gonna bury you, werd dat vertaald van we're gonna bury you, meaning America. Maar eigenlijk zei hij we're gonna bury colonialism. Dat is een groot, groot verschil. En dus de film zet ook in met Dizzy Gillespie, die zegt van eigenlijk als Nikita Khrushchev zei we're gonna bury you, dat hij niet eigenlijk alludeerde op de Verenigde Staten, maar dat hij alludeerde van we have to bury colonialism. En dus Dizzy, eigenlijk zei hij niet van I hate you, eigenlijk zei hij I love you. En hij spreekt natuurlijk over de schoen. En dan de reporter is aan het lachen, zegt hij van hey, maar had hij wel een goed ritme? En dan zet dat de toon voor de eerste scène. Maar daar wordt al een stuk geschiedenis herschreven. Er is een soort van verhaal dat we kennen over de Congo die compleet is misverteld. Om dat transparant te maken, heb ik gepoogd om die bronnen te vermelden. Dus je hebt heel veel quotes, maar de quotes wordt ook ondersteund, letterlijk met een lijntje en dan de voetnoot en het boek en zelfs de paginanummer. Omdat ik wist, ik ga gegrild worden en ik wil ook dat als academici naar de film kijken, dat die kunnen gaan onderzoeken van klopt dit wel? Ik vind dat de film zo'n beetje een academische pdf is, maar dan vermomd als een soort van een feature clip voor MTV. Je hebt dat academisch aandeel, maar je hebt tegelijkertijd die entertainment value.